Hey Shadowwalker, wat doe jij hier? How did you get here? Oh, je gaat sowieso. Zijn nog één keertje terug. Eén keertje nog in Noord. Ah, het is echt niet de laatste keer hoor, maar ik denk, ik ga niet fietsen, ik ga gewoon met de metro. Van Marian een kapje gekregen, zo'n katoenen. Nou, daar zou ik in principe ook wel mee in de trein kunnen zitten, een paar uurtjes wel. Na een half uur wordt het toch ook wel een beetje benauwd hoor. Maar dat is heel wat beter dan die wegwerprotzooi. Godverdikkie, wat scheelt dat? En het was nou een beetje buiten alle spitsen om. Is het nog wel draaglijk in de metro, het leven? Zitten toch nog wel ASO's, maar ik had ook zoiets van, ik zit hier voor mijn plezier en ik laat het niet vergallen door een blonde del die een half uur zit te ouwehoeren over niks aan zijn telefoon en dan schijnheilig dat kutkapje weer eens voor de neus, voor de bek doet. Oh ja, neus ook nog. Allemaal heel traag, blond hè. Blond. Een beetje heel erg weinig schaduw vanwege andere schaduws. Maar dat maakt allemaal niks uit. Oh, Noorderpark. Och, wat. Ik kan ook een klein beetje een afwijkende route nemen nou. Want ik zie daar een volksvijand nummer 1. Die moeten we even kijken of die nog goed functioneert. Twee voor. Ja, je ziet er nooit één. Je zal er net zijn net. Gastheren, gastvrouwen, handhavers, toezicht. Dus altijd met meer dan één. Ga jij niet. Dit spul. Dit ga je. Dit moet weg. En het dwarrelt dat gewoon 20 centimeter verder. Het dwarrelt dat weer neer, hè. Zo, hè. En dan gaat het precies daar weer zitten. Ja. Dan moet je ook echt met handgranaten werken, anders werkt het niet. Hè? Maar dan is de Shadowwalker weer. Goed zo. Beter dan iemand voor kop van mij. Hi. Kom mee. Oh. Nee, sorry. Ik heb het zelf al heftig genoeg. Stel dat je bedelaars in het Noorderpark. Hey. Ik zal meteen even. Hallo. Ja, eigenlijk moet ik er even meteen even een melding van maken. Ik ben natuurlijk niet aan het werk. Ach, nee, ik ben niet aan het werk. Werken op een vrije dag geeft ongeluk. Dat gaan we dus niet doen. Maar je bent... Oh, daar ben ik. Daar hebben we die boom. Ja, daar zitten dus twee van die knapen. Hoi. Ja, toch leuk om er weer te zijn. Ajax. Tja, het is allemaal wat. Ik heb eigenlijk niet heel veel te vertellen. Meestal heb ik vanmorgen al verteld in die video van... Hoe laat was het? 5:30, 6:30. Maar hier kan je wel tussendoor, dat is ook zo. Ja. Niet fietsend, maar wel lops. Lops. Maar kan ook hier zo lops zijn. Ga hier lopsen. Dus weer is wat anders. Oh, wat een mooie didgeridoo's zijn dat, zeg. Jezus, wat een grote. Potverdikkie. Wat zal daar een zware bas in uitkomen? Hey, daar is hij weer. Ja. Ja, ik denk, ik moet het gewoon nu gewoon doen, want al over 2 weken. Ja, dan is er volgens mij Joker er niet meer, Erik er niet meer. Misschien zie ik ze nou nog. En Ali zie ik nog, als het goed is. Die zei dat ze er zou zijn. Dus. Ruud nog even een fijn weekend gewenst.
Ik rijd dus net met de metro boven langs. Ik ga natuurlijk niet meer onder de grond naar Noord, naar Centraal. Ik ga nu gewoon standaard de Ali-route pak ik. Jezus, dat is wel een beetje een pittige schade. Verdikkie zeg. Dat rijdt niet echt heel fijn meer. Wat wil ik nou zeggen? Oh ja, maar dan rij je dus langs Noord, langs Zuid naar Noord. Nee, godverdikkie, wat zitten er hier in die 5 weken toch alweer ongelooflijk veel mooie herinneringen. En indrukwekkende diepe herinneringen. Echt mooi, mooi. Ja, dus deze baan is nog 3,5 maand. Dat is voor mij ook gebeurd. Dit is echt gouden tijd geweest. En dit ook. Wat heb ik hier veel? Kijk, moet je zonnebloemen nou eens zien. Jee, mag de peu mag. En zijn het nou 2 verschillende vlindertjes? Oh nee, er is een vlinder in de straat. Ik dacht even 2 vlinder. Hoi! Ik heb er net even 2. Maar ik heb toch wel eens een koekje voor. Heel snel, dan moet je kijken man. Oh, oh. Wat een knoepertje. Als ik 2 keer op elkaar ga staan, dan kan ik er net bij de top. Tering. Wat zullen we doen? Latere straat nog even door. Zo. Toch maar, ik ga daar. Toch een klein beetje. Anders raken mijn viewers allemaal helemaal confused. Dat moeten we natuurlijk ook weer niet hebben. Denk je, waar is die nou dan toch? Hij is gewoon waar hij altijd liep. Alleen een beetje anders, want niet zo veel haast. Maar wel een klein beetje haast. Haast heb ik eigenlijk zelden. En dan heb je de Koptische kerk. Wat dat betreft is allemaal een heel klein beetje om. Heel klein beetje om. Als ik daar nog tussendoor, dan hoef ik niet met het zebrapad te knoeien. Ik ben nou niet in blauw, dus nou mag. Maar ja, kijk uit voor vallende piano's in de lucht. Nee, valt mee. Niet heel veel. Pompid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 
Aha. Hey, dag vlindertje. Een chagrijn, die zegt helemaal niks terug, die vlinder. Vervelend. Ook daar is wel een ander vlindertje. Die is wel gezellig. En is daar ook ergens een deunerding in de buurt. Ik denk, als er geen patatjes zijn vandaag, dan ga ik daar nog een deunertje eten. Maar dan geen deuner met vlees, maar met, hoe heet die balletjes ook alweer? Val er even iets met val. Valles? Nee. Valsugana? Nee. Val. Nou ja, maakt niet uit. Hun weten het wel. Dat komt wel goed. Dat die christenen dat walgelijke martelwerktuig overal maar ophangen als zijnde iets geweldigs. Nou, wel goor. Het is wel een ziek geloof eigenlijk, het christendom. Heel ziek, maar dat komt door Paulus. Het is niet van Jezus dat het zo ziek is. Jezus niet, was een goede kerel. Gouden gozer. Echt een rebel. Vrijdenker. Hier, nog meer zonnebloemetjes. Die zijn wat kleiner, wat compacter, wat overzichtelijker ook. Wat verdikkie, de fik hier iets. Of wat als de werkman niet in de brand staat. Nou, ik ga hier langs. Dag. Leuk hè? Oh, mooi. Mooi man. Er is ook nog een patatzaakje op de hoek. Ik kocht het zelf. Een koffietje op, daar heb ik niks te zoeken. En een beetje geluk. Dan kennen we hier mooi. Nou. Ik ga er gewoon even tussendoor hoor. Doei. Dan sta ik hier met Juttemis nog. En ik hoop dat de rekening van de wasmachinekraan. Ik heb het nou maar gewoon een fotootje naar de bewindvoerder gestuurd. Met een kopie van de tekst. Of een cc van de tekst. Naar de loodgieter zelf.
En dan kunnen zij wel met elkaar gaan overleggen in hoeverre die rekening al dan niet betaald moet worden. Als ik daartussen ga zitten, dan wordt het inderdaad, dan is die met Juttemis inderdaad nog niet betaald. Dus dat willen we niet hebben. Ik wil geen deurwaarders, daar heb ik nou helemaal geen centjes voor over. Vroeger was dat gewoon standaard. Maar die tijd is mooi voorbij. Het is leuk geweest. Je kan een rekening ook gewoon direct voldoen. Het scheelt toch heel veel. En ik heb een heel mooi verjaardagscadeautje gezien. Een verhalfjaardagscadeau gezien. Kost €40. Maar dat wil ik wel hebben. En het is een levertermijn van een paar dagen. Dus dat moet ik volgende week gaan bestellen. Ja, €40. Bij een rekening van €40 net. Dus dat wordt een beetje een dure maand. Maar ja, je bent maar één keer per jaar ben je jarig en één keer per jaar ben je halfjarig. Dus nou is halfjarig. De Mercedes zijn nog niet allemaal weggeverkocht, gedaan. Maar dat kan toch allemaal niet. En dan ook absoluut niet tippen. Dat is wel heel mooi trouwens deze. Wel heel mooi. Heel mooi. Maar die allure van die Mustang, nee. Ah, oh, absoluut niet verkeerd. Kort voor de dikkie nog aan toe. Ja, maar goed niet. Nou, mooi geweest. Heel mooi geweest. Kom op, leuk hè. Vorige keer dat ik hier liep was de batterij bijna leeg. Ik dacht vanmorgen, nou laat ik hem, na dat filmpje, laat ik hem toch nog even volgooien. En blij dat ik dat gedaan heb. Maar nou is het kaartje natuurlijk zo meteen wel hartstikke vol. Zij is altijd wel iets vol. Nee, dat is een beetje dezelfde leeftijd als die Mustang, maar toch heel anders. In die tijd was de Amerikaanse auto toch gewoon superieur aan alles en iedereen. Het Amerikaanse benzineverbruik trouwens ook. 3 liters per kilometer was geen uitzondering. 1800 kilo staal ligt er dan op de weg. Dan moet je ook niet weten, vragen wat voor wegenbelasting je daar nu voor moet neerkwakken. Tja, dat is niet meer leuk. Blote borstjes, gezellig. Daar word ik altijd wel een beetje ontroerd van. Nou. Wat is het hier toch altijd en blijft het toch ook een mooie groene wijk. En die klimoppen in Zuid, gisteren was dan voor het eerst, sinds ze een beetje rood zijn, scheen weer even goed de zon op de terugweg. Tering, wat mooi. Nou, dat wordt nog wel een keer een wat langdurigere terug, maar we waren gisteren ontzettend veel haast, want we waren al hartstikke laat. En bijna iedereen was eigenlijk al weg. Kwamen wij nog eens een keertje aankakken. De leiding wist het wel. Er kwam nog een melding te doen van het een of het ander. Ik weet niet meer precies wat. Oh ja, vuilnis. En dan komt er nog iemand op je afstappen. En die begint dan ook daar en daar over te babbelen. En ja, voor je het weet ben je weer een half uur verder. Want er was weer een nieuwe melding. Ja. Kijk eens. Nog geen collega's. Wat verdikke de domme dat ding alweer van mijn schouder. Dat kon niet, hè? Wat mooi. Nou, dit is dan ook echt de laatste keer. Oh, wat is die mooi nou. Hij is echt heel mooi nu. Die kleuren. Wauw. Moet je zien. Dit. En dan komt er net een bijtje landen, wat mooi. Echt bijtje, iets smakelijk. Dit is nou wel heel mooi. Ja, dat heb je dan aan dichtgeven niet. Dit zijn kunstenaars hoor hier. Echt wel. Kijk dit eens. Tering. Jemig. Nou.
Hier kan ik beter gewoon even mijn muil houden. Donder op met die plastic zak hier. Typisch. Ik wil daar niet tussen. Dat staat gelijk met het bekladden van een kunstwerk. Oh, die geur alleen al. Oh nee, dat is hondenpis. Oh, daar. Jemig. Die laat zich niet stoppen. Ja, nou niet meer. De mensen in het überhaupt in een botte hersens houden ook op elkaar. Hé, hey, dat zijn twee collega's. Die zeiden dan helemaal niets. Nou, dan krijgen ze ook geen patatjes van mij door, gratis. Ze zijn wel heel vroeg trouwens, 11:15. De werktijden hier zijn... voor sommige lieden blijkbaar wel heel erg... subtiel. Oh, mensen. Caramba, dan maak ik straks even een foto van voor de thumbnail. Ja. Ja, ik vind het wel mooi geweest eigenlijk. Ik maak nu de foto voor de thumbnail. Zwaai erbij. Tot de volgende keer.